Dit is SBS Dutch. Waar in Australië woon jij? Wat is er allemaal te doen en wat maakt het nou zo'n fijne plek om te wonen? Wonen er andere Nederlanders in de buurt of ben je de enige? In Groeten Uit praten we met Nederlanders over hun thuis Down Under en hoort u het verhaal achter de verhuizing naar Australië. Met vandaag het verhaal van... Ik ben Lisa ten Hope en ik woon in Buxton, New South Wales. Jij bent in Australië gekomen als backpacker. Hoe kom jij dan op het spoor van het dorpje Buxton? Dat is een grappig of awkward verhaal. Ik was een keer op Tinder en toen zag ik het Tinder-profiel van mijn nu huidige man, Bo. En we hadden een leuk gesprek over hoe we dachten over het leven. Gewoon een normaal gesprek en over kamperen en onze view of life. En toen ben ik een keer naar hem toegereden in Buxton, waar zijn ouders woonden en waar hij is opgegroeid. En we wonen er nu nog steeds. En één straat verder dan waar de liefde is opgegroeid. Dus dankzij een dating app gewoon. Ja, het kan. Wat leuk. Wat is er zo leuk aan Buxton dat je dus ook dacht van, nou, deze jongen is leuk en ik wil dan ook wel hier in dit dorp gaan wonen? Ja, Buxton deed mij eigenlijk een beetje denken aan waar ik ben opgegroeid in Nederland. Ik ben opgegroeid in de Achterhoek, in Eibergen. En ik ben in het buitengebied daar opgegroeid, geboren en getogen. En Buxton deed me daar gewoon heel erg aan denken. Toch de vrijheid, zodat je een huis hebt met een stukje land. En je kunt zwaaien naar je buren, niet letterlijk in de tuin kijken. Maar gewoon een fijn gevoel. En ik denk, dit voelt ook wel een beetje als de Achterhoek. Dus dat past wel bij mij. Mm-hmm. Ja, voor de mensen die de kaart niet paraat hebben. Je zei New South Wales, maar waar precies? Nou, Buxton is nog net onderdeel van Greater Sydney. Maar Sydney is natuurlijk enorm groot. Dus als je Sydney hebt, dan is het ten zuidwesten. Ligt tussen de Southern Highlands en Sydney centrum, laat maar zeggen. En ik denk Sydney CBD is ongeveer 1,5 uur. Of een vliegveld is 1 uur en 20 minuten. Dus op zich ligt het best wel ideaal. Als er een keer iets is, dan zit je niet helemaal in the middle of nowhere. Dan kun je gewoon het vliegtuig pakken naar Nederland. Dus En nou hebben jullie wel een bijzondere levensstijl. Niet iedereen woont zoals jullie wonen. Kan je daar iets over vertellen? Ja, toen ik Bodus ontmoette op Tinder, dan vind ik het wel heel belangrijk om dezelfde visie op het leven te hebben. Dus we hadden eigenlijk wel een heel fijn gesprek met elkaar over hoe wij zagen dat we een leven wouden leven. En wij leven nu de laatste 7 jaar... niet 100% zelfvoorzienend, maar we zijn op weg om, denk ik toch wel 70% op het moment te doen. We zijn begonnen met 5 potten tomaten en in de laatste 7 jaar is dat uitgegroeid tot een boomgaard, een grote groentetuin, verschillende dieren. Ik eet zelf geen vlees of weinig vlees. Maar mijn man, die houdt er wel van. Dus we hebben kwatteltjes. Die houden voor het vlees en de eitjes. En we hebben kippen en eenden. Die houden ook voor het vlees en de eieren. En we hebben nog duifjes. Nu 3 geitjes. We hebben een klein babygeitje. En 3 schapen. En die zijn er ook voor de melk en voor het vlees, helaas. En dat is eigenlijk mijn taak op het moment. En dan willen we eigenlijk nog meer uitbreiden. En als wij gaan kamperen, dan rijden we in een oude Land Cruiser. Dat heeft Bo zelf omgebouwd, dat hij kan rijden op oude vegetable oil.
Dus soms dan gaan we naar een cafetaria om te vragen of ze wat oude olie hebben. En ja, daar rijdt onze kampeerauto op. Wauw. Is wel wat, wauw, maar ik heb heel wat avonturen daarmee meegemaakt. Want ja, het klinkt heel simpel op frituurvet, maar er komt wel wat technische zaken bij. Vind je dat simpel klinken? Dat vind ik helemaal niet. Oh, ja, soms denken mensen, oh, dat is makkelijk, gewoon frituurvet erin gooien en gaan. Maar ja, de filters die raken wel eens verstopt. En de fuel lines die ook wel eens. Dus we staan nog wel eens stil als we aan het kamperen zijn met de auto. Maar Bo kan dat altijd repareren. Mm-hmm. Maar dan kunnen we wel goedkoop weg. Ja, en dus de dieren die geven jullie eten en melk misschien, drinken dus. Ja. Betekent dat jullie daarnaast niet werken omdat jullie verder niet veel inkomen nodig hebben, omdat jullie echt hiervan kunnen leven? Nou ja, we wonen in Sydney. Sydney is ontzettend duur. Dus ja, Bo is echt een go-getter. Zijn vader is met pensioen sinds 39. Dus hij wou dat eigenlijk evenaren of nog sneller doen. Dus Bo heeft een eigen bedrijf. Die werkt van thuis. En ik tuinier voor ouderen in de omgeving. Maar ik ben dan part-time tuinvrouw, laat maar zeggen. En hier part-time dat zelfvoorzienende gedeelte te doen. Dus onze kosten zijn vrij laag. Maar Bo heeft ontzettend hard gewerkt. En nog steeds. Dus uiteindelijk is het doel wel in een paar jaar om echt gewoon minder te werken. Dat is dan echt de droom, ja, het doel. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, het klinkt heel prachtig. Mis je de Achterhoek nog wel? Of is dat helemaal vergeten nu? Nee, die vergeet ik niet. Ik heb ook een Achterhoekse vlag hier hangen. Dus ik houd de Achterhoek hier wel in stand. En ik probeer elk jaar wel terug te gaan, elk anderhalf jaar. En van de zomer nog naar de Zwarte Cross geweest op de camping. Met vrienden en vriendinnen. Dus ik vind het heel belangrijk om terug te gaan. Ja, ja. Voor mensen die denken, nou, dat klinkt wel. Kan je nog even in een paar korte zinnen even Buxton promoten, waarom jij daar nou zo fijn woont? Ja, Buxton. Super fijn, omdat het toch, als je naar de stad wil, dan is het toch nog op zich goed te doen. Maar waar wij zitten voelt het dan toch nog wel de Achterhoek. Dus je hebt van alle facetten heb je wel wat. Het grenst aan een national park, Natta National Park. En dat gaat helemaal door naar de Blue Mountains. Dus je hebt mooie wandelingen waar eigenlijk niet zoveel hikers komen. Het is een beetje een hidden gem, vind ik altijd. Dus ja, ik vind Buxton ideaal en het heeft één klein supermarktje. Maar als je bijvoorbeeld naar de Aldi wil of naar de Woolworths, dan is dat 15 minuten hier vandaan. Treinverbinding is ook supergoed. Het is goedkoop om met de trein naar Sydney te gaan. Dus heeft van alles wel wat. Wil je ook al vertellen over jouw Australische woonplaats en lijkt het je leuk om mee te doen naar een groeten uit? Stuur dan een e-mail naar dutch.program@sbs.com.au. Alle afleveringen van Groeten Uit zijn terug te luisteren op onze website www.sbs.com.au/dutch. Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.